Er is veel om te doen geweest. Gemeentes die vuurwerkvrije straten of zones invoeren. In Houten is vuurwerk zelfs verboden in een hele wijk. En dat verbod is er ook niet zomaar. Dit gebeurde afgelopen zomer in Houten. Twee broers besloten met wat vrienden de winst van hun favoriete voetbalclub te vieren door een vuurpijl af te steken. Maar dit liep niet zoals gehoopt. Het pijltje schoot het rieten dak in, met dit als gevolg. Ja, ik dacht van, ik wou het door de grond zakken eigenlijk. Ik dacht van, wat gebeurt hier nou allemaal? De ouders van de broers kwamen op dat moment thuis en schrokken zich een ongeluk. We kwamen er vrij snel achter dat het serieuze brand was. En toen we naar buiten renden, zagen we inderdaad ook de rieten kap in de brand staan. Ja, dan denk je maar aan één ding, dat is 112 bellen. En zo snel mogelijk hopen dat, dat ze komen en dat het geblust wordt. De brand zette de buurt aan het denken. Die rieten daken zijn toch wel erg gevaarlijk. Het resulteerde in een aanvraag bij de gemeente om de wijk vuurwerkvrij te maken. De gehele buurt stemde daarmee in. Iedereen is in deze wijk heel erg geschrokken. En ook vooral omdat het door vuurwerk ontstaan is. En dan merk je wel wat dat doet met zo'n kleinschalig wijkje. Dat uiteindelijk ook gelijk iedereen erachter stond en zoiets had van... goed idee en wij steunen de aanvraag. En zelfs Wessel is het eens met de beslissing. Ik heb er ook echt helemaal geen zin in. En met het dak denk ik ook van ja, ik zou mezelf nooit vergeven als dat nog een keer gaat gebeuren. Zo'n grote ramp is het ook niet, geen vuurwerk afsteken. Oud en nieuw draait volgens Udo om andere dingen. Ja, het mooiste is gewoon met vrienden zijn, proosten en oliebollen bakken. Ja.